Heb jij ook wel eens het gevoel dat je iemand zijn nek om wilt draaien, omdat hij aan het kraken is met een zakje in de trein? In deze podcast gaan we het hebben over misofonie. Althans, dat wisten we in het begin nog niet, maar dan gaan we het op een gegeven moment over. Hoe gaat het, Hoe gaat het met mij? Ja, Ja, de ritme is even uit mijn leven geslagen. Hoezo? Ja, ik ben uh, aan het afkicken. Waarvan? Van cafeïne. Oh ja, dat is waar zo. Ik was het alweer weer vergeten. Gisteren ging je natuurlijk naar bed om uh, zes, zes uur, Dus dan word ik... vijf voor zes ging je naar bed. Dan, dan is het rond vijf uur, rond vier begin ik een beetje koppijn te krijgen. Want het schijnt echt. Uh, wat is er? Rond vier uur zitten we daar in een bioscoop, dus we worden wel. Ja, oké, okay, maar goed. Uh, en ik doe dus ook geen cafeïne meer, helemaal geen cafeïne meer, ook geen cola ook geen pilletjes meer en mensen die ons al uh, een tijdje volgen die weten hoe erg verslaafd zijn aan cola was nou ik was dus heel erg verslaafd aan cola en toen dacht ik ja misschien kan ik beter koffie gaan drinken want dat is over het algemeen minder veel minder suiker ja dus ik was uiteindelijk was ik beland op de cappuccino wel nog zonder suiker ja klopt Dus alleen melk en koffie en uh, ik was echt gelukkiger kon je me niet krijgen maar um, als ik op het toilet zat had je iets minder gelukkige mij dus um, ik denk, uh, ja, dit vind ik niet prettig. Dus dan toch ook maar stoppen met uh, koffie. Mm. Um, en dat is even pittig. Ik heb zelfs gegoogeld wat de afkikverschijnselen zijn van cafeïne. Ja, en wat zijn ze? Of koffie koffiedrinken. Nou ja, je kunt er echt goed beroerd van worden. Ja. En uh, vooral wanneer je het in één keer doet. Dus je echt uh, cold turkey noemen ze dat, toch? We gaan dadelijk bij de bioscoop maar een colaatje voor je nee, halen. Nee, dat ga ik niet meer doen. Want ik ga, ben nu, ga ik doorzetten. Oh. Ik heb waarschijnlijk nu mijn piek gehad. Want ik had gisteren was echt niet normaal. Vier uur kreeg ik koppijn. Nou, het hield gewoon niet op. Ben niet, ik ge bijna niet gegeten? Bijna niet gegeten. Ik had ook helemaal geen trek. Ik werd misselijk van de hoofdpijn. En toen ben ik maar in bed gaan liggen. Vijf voor zes. Gedoest en in bed gaan liggen. En toen ben ik in slaap gevallen. Ik heb eerst nog even een filmpje gekeken op YouTube. Zo'n meid die al uh, huis verbouwt. Want daar val ook lekker in slaap. Ja, ja. Ja. En. Um, dan ben je tot vanochtend blijven slapen. nee, ik ben wel tussen ben ik wakker geworden. En af en toe dacht ik: waar ben ik? Waar ben ik? Oh. Wat is het leven nog waard trouwens. zonder koffie? Gewoon een mug. Dan kan ik mijn focus slecht verleggen hoor, als er een mug is. Oh, nou, ja, dat Tis. heb ik allemaal niet door. Dat ge gezur van jou. Gewoon oordeel en gaan. Over die oordeel gesproken. we <laughs> <Nee>, een <okay. laughs> geintje? Uh. Maar uh, <laughs> het is zo in mijn systeem dat wij overal promotie vermoorden. Ja, precies. Maken. We zijn ook een grote promotie hoeren. Maar dus, uh, ik heb niet echt hipme meer, want ik ben echt heel erg gefocust op afkicken. Mm. En hoe gaat het met jou? Ja, mij gaat het goed. Ik was uh, bezig met een boek dat heette Focus aan en uit. Oh, lekker. En uh, ben je daarom... al lang niet in verder gegaan? Nee, dat is wel waar. jij moet hem trouwens ook nog verder lezen. Ja, maar... ja. Het lullig is, want daar dat vond ik wel interessant en ook wel grappig. Ik ben een boek aan het lezen en aan het luisteren deels. Dus ik lees hem en ik luister. Hem. Ja? Ja. Vind ik me makkelijk. Kan oh, wat ik luisteren en lezen en dan kan ik hem zo. Tuk, tuk. Maar. Wat ik wel interessant vond, ik ben een boek over, over focus aan het lezen. En ik probeer dingen toe te passen, dat lukt me nog niet heel erg goed. Hm. Uh, maar daardoor ben ik een ander boek aan het lezen. Dus ja. ik heb niet eens de focus op dat boek. Ik ben drie boeken aan het lezen. Wat is dan het probleem natuurlijk? Drie. Focus. Ja. heb jij je niet gelezen. Nee maar ik ben er wel mentaal in begonnen. <laughs> <laughs> Hoe kan je mentaal in een boek beginnen? Met stukken mindset en think and grow rich. En ik, hoef, ik, ik, en ik wil niet eens Think and Grow Rich, maar ik lees die gewoon puur omdat ik het echt interessant vind hoe dat werkt. Ja, hoezo wil je niet rijk worden? Ja, ik wil wel rijk worden, maar ik geef ja, weinig goede mogelijkheden. Bedoel je dat? Ja. Dat eigenlijk vooral. ik wil wel rijk worden. Ik dacht dus wel vroeger, want daar heb ik dus altijd. Nou ja, ik hoef niet per se rijk te worden, maar ik wil wel genoeg geld hebben om. Relaxed te kunnen leven. Ja, en daarvoor moet je dus wel echt structuur en focus in je leven hebben. Ja, dus daarom inderdaad, vandaag daarover. En natuurlijk is het zo dat als je dit luistert, waarschijnlijk uh, je net terug bent van vakantie of weer bijna aan het werk moet. Lucky you verschrikkelijk, toch? Hoezo? Nou, dat vind ik echt het meest. Het uh, haalt je you. zo uit je ritme. Hoezo? Vakantie? Ho ja? Vind ja. Je? Daarom ga je Ik denk dat daarom ween. als. Uh, vroeger ook nooit zo. wil uh... wilde zeggen als autist, hè? Ja, maar ik denk, gooi die er weer in, weet je? Zo was de autisme, autisme kwal. Ja, meer. dat is gewoon een autist, toch? Ja ik, ja, ik kan alles wel zeggen, daarom dit. Ja, focus dat... je te veel op het autisme schoen. Ja, ik denk het wel soms, ja. ja. Zou het niet zo zijn dat hoe meer je erop focust, hoe meer last je ervan krijgt? Ja, sowieso. Ik denk dat ik ook autistischer ben geworden sinds dat ik met jou ben. Jij bent sowieso een ja. stuk autistischer geworden sinds je met mij omgaat. Nou, wat ik mo <laughs> moet wel zeggen, die focus die jij soms hebt op mensen die eten en zo, dat misofonie van jou. Echt zo, daar word ik. Want nu, Hij hoort nu dingen. Nou, die, niet uh... altijd. Nee, ik kan het vaak nog wel weg. Als, in, als, in, als ik er niet op let, dan hoor ik het niet. Maar zodra ik jouw blik alweer zie, dan hoor ik gelijk alles omheen. <laughs> dat is zo irritant. Ja, en dan zou je zeggen, nou ja, goed, dat heb je nu in deze relatie. Nee, dat heb ik in een andere relatie ook al gehad. Ja. Ja, ook te veel te focus op. op ja, op geluiden, maar jij bent goed. ook um, jouw langere uh, relatie, die heeft jou geleerd. Ja, ik weet niet of ik dat mag of de naam mag noemen. Hoe zou ik de naam of mag noemen? Of je dan getriggerd wordt of zo? Nee. <laughs> Dus dat is wel een trigger op. voor je is. Hoe zou dat een trigger voor me zijn? Nou, jouw vriendin, ex-vriendin, waar je, je kanaal mee op je, je bent. Ik niet iets aan het, uh, aan het uh, ja. doen, wat helemaal niet waar is. Alsof, uh, alsof ik een of andere trigger word. Ik vind ik het wil, wil, gewoon, ik voel gewoon prima. Ik voelt gewoon, voel gewoon lollig. Ah, Oké, okay. okay, Salzke. Je weet dat mensen hierna gaan. Ja, en dan dingen het vond gaan gewoon gaan grappig. Hè? Het is niet waar. Hij wordt niet getriggerd door een uh, Nee, die heeft jou heel veel letjes leren eten. En ik ben haar daar wel echt dankbaar voor. Klopt. Want ik heb relaties gehad waar ik echt dacht van, nou. Kan je nog net niet met, uh, met ja, oorlopen en een koptelefoon keiharde muziek, hoor je hey. nog dat gevreten oh, dat doorheen? Wat misofonie van jou, joh. Ah. Maar we wilden het over focus hebben vandaag, maar ik denk dat we het beter over misofonie kunnen hebben. Ja, we kunnen het. Wil je het om? Ja, we veranderen om, het, je? het gewoon om. Ah. Ja, <laughs> het heeft ook met een bepaald focus te maken. Toen hebben we het over de ander we nog wel een keer. Ja. Misofonie, want dat is een groot irritatiepunt bij mij de laatste weken bij jou. Ja? Zo, je kijkt de hele tijd naar me. Ja echt als ik maar al Maar even... ik kijk gewoon graag naar jou. Ja, doei. En de grap was dat ik dus laatst ook in de video, ik had dus laatst een video opgenomen eh, waarin ik een dag ging leven van Hema eten. Kreeg ik ook ineens allemaal mensen die zeiden van ja, maar missen speelt op omdat ik een paar kraakjes had toegevoegd aan de sound effects, omdat ik dat gewoon grappig vond. <laughs> een paar vond. kraakjes. Ja, ik persoonlijk ik heb er helemaal geen last van. Als in Alleen als jij erop let, dan let ik er op een gegeven moment op en hoor ik ineens mensen eten, terwijl ik anders mensen echt niet hoor eten. Nee, ja, het lijkt me echt een luxe om mensen niet te horen eten. Maar oh, door jou ben ik daarop gefocust dat het überhaupt een ding is. Maar bij jou is het volgens mij echt wel vanaf kind Ja, aan, toch? Ja, ja, Beschrijf zo. het is mij het. Nou, ik zat dus als kind uh, zat ik op een, aan een aparte tafel. <laughs> En mijn zus en moeder zaten dan op de bank. Mijn zus en ik hadden er allebei last van, maar okay. zij op een andere manier. Zij kon niet zo goed tegen kraken, wat jij okay. ook hebt. Ik kan wel tegen kraken, hoor. Nee, jij ik irriteert me ook als ik heel... Als ik als ik ja, eet, nu. dan is het alsof laatste, ik glas eet, zeg de laatste jij. De laatste twee, drie weken heb ik er ineens last van, maar daarvoor niet, Nee, nou, je hebt altijd al moeite met kraken gehad. Nee? Jawel, Echt niet? Jawel. Zit okay. je me boos aan te kijken als ik chipje uh, eet of wat dan ook? Nee, ik heb daar echt geen last van. En ik heb ja. gewoon heel veel moeite met wat erna gebeurt, na het gekraken. Ja, waarom zeg je van kraken? Ik heb helemaal geen last van Jawel, kraken. jij vindt kraken verschrikkelijk. Dat heb je mij gezegd. Nee, heel soms heb ik daar wel eens last van. Ah, okay. Als ik er heel erg op maar mijn ben. Mijn speelt ook niet altijd op, hè. Ah, okay. nee het valt echt, het is vooral... Uh, uh, ik heb, als ik het met kraken zou hebben, zou ik het toch ook met die uh, sound effects en zo hebben? En als ik nah, mezelf okay, hoor ik kraken, ja, dat, is goed, maar dat heb ik helemaal niet. Maar, maar ik denk dat het soms ook heel erg persoonsgebonden is, misofonie. Zodat dus ik ja, bij jou gewoon geen irritatiepunten Nou, dacht. ik zat bij de homeopaat. <laughs> en zij zegt van, ja, er was dus een cliënt van haar. Zo'n dus jonge, jonge... Jonge god, Adonis. Jonge ja. god, een Adonis. <laughs> en die, uh, die had het als zijn moeder volgens mij had. Maar mm. alleen bij zijn moeder. Oké. Okay. En uh, het hele gezin uh, lag daardoor uh, in scherven. Oh, echt? Ja, want het was, ja zij zei het heel sneeuw, want ik moest eerst moest lachen. Maar toen zei ze, nee, het is heel sneu. Ik zei, oké, nou, niet meer lachen. <laughs> mag je dat ook al niet meer? Mag ik mag ook geen humor meer gebruiken, toch? Nee, maar het was heel sneu en uh, ja. zij had hem daarmee gehoppen. En ze helpt mij nu ook met misofonie. Het we werkt nog niet echt goed hoor, want ik zie het hoe boos aardig van. Nou je oh, nee, op nee. Op het is wel wat minder geworden. Ja, ja, ja want ik uh, geluiden komen soms bij mij zo keihard binnen. Want als jij bijvoorbeeld in de avond, ik lig al in bed en jij loopt je te en is net alsof je aan, uh, gewoon met een kettingzaag bezig bent. Maar, zo hard in mijn oren. En dan denk ik, nou doe gauw mijn op in. Ja, het enige wat jij vaak doet bij eten, inderdaad, ga je ineens weer je oordeel op het dragen. Jij ja, we worden nu niet betaald, dus we doen nu even niet het kortingscode geven, maar... Uh, <laughs> nee hoor. Hij bestaat ja, wel nog toch er wel niet. vaak in. Ja, um, ja, zeker. Ja, dat is echt uh, ontsnapping van die geluiden. Um, echt, ik wil niet nog meer reclame maken. maar als je er last van hebt. Doe het alsjeblieft. Dat verschilt echt zo erg. Ja, maar sommige mensen die hadden, die hadden juist dat ze zichzelf juist harder hoorden. Ja, je hoort jezelf harder praten. Maar wat heb je liever? Dat je echt iemand zijn nek uh, om wil draaien? Of <laughs> dat je jezelf hoort praten? Ja, dus jij zat vroeger aan de, aan de, aan de tafel. En ja, en je, ja. je ja, zus. Ja. ja, maar mijn zus had er dus ook enigszins last van. Maar um, ik, ik, kon echt, ik kon haar echt wel wurgen als ze at. Ja, zo erg? Ja, en ze eet niet eens vies. Oh. Maar ik kon, gewoon, ik kon er gewoon geen moment, ik heb een periode dat ik, als ik mensen leer kennen, dat ik alles aan kan van iemand. Ja, want in het begin hoorde ik, ik jou iemand echt leuk niet. en aardig en gezellig. En dan, dus nou, dat is allemaal tegenwoordig dan hoor ik, niet zo. Dan de hand. hoor ik je niet eens eten. Of ik hoor je wel, maar ik storm me er gewoon niet aan. Ja. En dan als ik wat langer met je omga en ik leer je beter kennen en we zien elkaar vaker, dan ga ik me irriteren. Maar dat is bij jou pas na twee jaar gekomen, want ik ja. hoor je pas na het nou, nou, laatste jaar. hoor Ik, je ik pas ben wat gevoelig over. geworden, dat wel. Zo. Echt ja. niet normaal, dat je hem ook echt... Ik denk uit... dat de homeopaat wel iets uitgevoerd heeft... wat niet helemaal nou, Ik uh, moet wel zeggen, de laatste heeft. tijd al over, over, over geluiden en uh, misofonie... Freek daar, die, daar word ik wel gek van. Freek, ja. Ja, sorry hoor. Freek is echt een fantastische kat, maar die gozer, die... Nou, ik weet niet wat hij doet, maar die doet met zijn tong zo hard over zijn, <laughs> over zijn huid heen... dat je echt denkt alsof het schuurpapier is wat de hele tijd heen en weer gaat. Dat is echt bizar. Ja, hij is echt heel luid geworden. Ja, nou, ik ja. denk dat het komt met de leeftijd. Ik denk dat hij ouder wordt. Ja, ja. want het is echt soms dat hij begint... Dat, dat je echt zo'n uithaal hoort van die tong. Ja. En dat je... Wat is er? Ja, dat is een beetje... Liegje? Van. Oh. Dat je zo'n uithaal hoort van die tong. En dan komt het... nog een keer. Soms heb je dat je zo uithouden hoort van die tong, ja. en dan komt er een geluid. Ja, dat is echt bizar. En zich wordt ook een stank, maar ja, goed, daar wordt hier aangehouden. Ja, die walm die eruit komt, maar dat binnenkort uh, wordt het een en ander schoongemaakt. Maar hij gaat dan ook echt letterlijk naast je zo. Ja, want die zit dan Wat op zich gemak dit, voel je, zeg jij toch? Ja, erg, erger, zo... erg. Nee, dat horen wij Veel niet, erg. Dat horen zij wel hoor. Hard. Oh, ja. het oh, is zo goor. Maar goed. Het heeft jou waarschijnlijk wel veel uh, gezeik opgeleverd. Dat ja, want het is eigenlijk best wel verdrietig natuurlijk. Um, en mijn moeder werd er ook altijd verdrietig van dat ik zo'n bitch was thuis. <laughs> ja, ik kon altijd zo boos kijken of dan het echt niet aan. En dan gingen we bijvoorbeeld met z'n tweeën op vakantie. En als zij dan een kekker ging eten, dan moest ik gewoon op het balkon zitten. Want ja, ik kon dan echt niet meer. Dan wilde ik mezelf pijnigen, wil ik haar pijnigen. Dat is echt een serieuze uh, aandoening. Ik wist niet dat het zo erg was voor mensen. Ja, het is echt... Uh, ik heb wel eens mensen meegemaakt die als een soort van wasmachine te keer gaan. <laughs> ja, nou, dat heb ik wel eens gehoord, maar dat is dan zo hard dat je echt denkt, holy fuck. Mm -hmm. dat is echt, nou ja, ik kan op, niet hoor, doen, het niet goed nadoen, maar dat is echt... Mensen die herkouwen vooral uh, en die dat dan heel lang soppen in hun mond, dat is wel... Uh, dat nee, maar bij sommige mensen komt er ook veel meer speeksel. Uh, oh, is dat zo? Ja, yeah. dan proef je ook meer. Misschien hè? heb ik ook wel van mysefnie. Nou ja, dat denk ik niet, want ik hoor het eigenlijk heel vaak niet. Dan zeg je echt van zo, en dan denk ik echt van... <laughs> nou, had je dat niet in de trein toen met die vrouw met die niet. Nee, die, echt, nee, toen, nee, die kwam ook. binnen naar nou, de hele trein die keek naar <laughs> En die en die ene keer in de trein met, uh, met, uh, met chips... Dat hoorde ik ook niet. Oh ja. Zat jij ook gelijk? Nee, op? ik vind kraken zegt, inderdaad dan dan ook. Het wordt steeds zo gereinigd. En dan denk ik: echt van hoe kan dit? En dan, dan is het ineens: ja, hoor je dat dan niet? Ik zeg: nee, dat hoor ik niet. En nee. Mijn gedachte is: zit iemand dan zo'n zakje chips te eten? En dat is mijn oneindige bodem. Dat ik kraak, kraak, hoe verder ze komen. <laughs> ze kunnen de chips maar niet bereiken. bereiden. De bioscoop dan. Hoe gaat dat dan? Ja, ik heb hem toe hoorde op in. Ga je dat daar Standaard, doen? ik doe standaard moord op in oh, echt? de bios. Ik vind sowieso de bios vind ik te hard. De oh, muziek het heerlijk, en de zo het geluid. Dat ja, is veel te hard voor mij. Maar. Uh, ja je zou je hele leven dat maar uh, moeten accepteren toch dat alles te hard voor je staat ja of je moet je hele leven maar accepteren dat iemand heel zo safgereisd zit te kijken naar nou, eten nee, okay. dat is interessant laten hè want we, laten ik we maak voetvideo's even... ik was nog niet, ik was nog oh, niet okay. klaar ik was nog niet klaar ik wil namelijk zeggen dat ik daar wel echt van geleerd heb dat ik niet mensen zo'n heel ongemakkelijk gevoel wil geven en soms doe je schiet, wel. schiet er even bij in dat ik <laughs> weer boos ga kijken. Afgelopen maar dat, weken. Ja, ik ben gewoon heel gevoelig. Mm. Maar tegenwoordig pak ik gewoon eerder mijn op erbij. Maar ik wil ook niet dat als ik mijn op pak, dat jij je heel bewust gaat eten. Want ja, dat doe ik nu heel juist. Erg. Dan mag je vrij eten. Oh heerlijk. Oké, okay, dus als jij je op in hebt, dan kan ik gewoon Ga maar gaan. gewoon kanen. Oké, okay, dan ga ik het keer. Maar ik hoop ook niet dat je je daar bezwaarder voelt. Want ja, ik voel me als ik heel eerlijk ben. Waarom denk je dat ik de laatste tijd veel op de grond ga zitten, ver van je vandaan als ik ga zitten eten? Ja, kijk, ik voel me gewoon echt bezwaard. Ik vind ja, het echt niet leuk. Maar je laat het wel heel erg merken. Ja, het is echt een innerlijke strijd. Want van binnen wil ik echt <laughs> allemaal mijn organen eruit drukken. Het is echt zo erg. <laughs> maar het lullige is, ik maak video's over eten. Mm. Dus letterlijk, dat is hetgeen wat ik doe. Ja. En dan krijg ik best wel reacties van mensen van ja eh, over mijn video's dat ik uh, ja uh, dat ze het lastig vinden qua eten en soms dat ik dat ik voor niet goed eet, denk A, kijk mijn video's niet als je het vervelend vindt wat ik, hoe ik eet, want ik ga dat niet veranderen. Nee. B, ik let er al heel erg op. Omdat ik weet dat jij het vervelend vindt. Dus ik edit eigenlijk, moet je maar eens goed kijken naar mijn video's. Ik neem één hap of twee hoog uit en dan, dan zet ik er al ander geluid onder van dat wij alweer praten over ja, het product. Ja, dat ja. doe ik expres. Heel vaak heb ik berichten van mensen van ja, ik wil dat je wat langer eet, dus dat je dat ziet. Dat doen we wel. Alleen dat edit ik eruit, omdat ik weet dat heel veel mensen last van hebben. Ja, je kunt ook niet eetgeluiden eruit uh, monteren. Nee, soms is dat. Nee, dat doe ik dus al. Oké, okay, maar dat je wat langer ziet eten met er geen geluid uitkomt. Ja, maar dat is weer heel raar. Ik heb dat bij, dus bij een uh, YouTuber, uh, Stephanie Baramar. En zij uh, had twaalf donors achter elkaar. En zij elke keer dat, dat geluid eronder uit. Oh, echt? En dan kon ik gewoon lekker kijken. Bij sommige mensen kan ik echt niet kijken. Vind ik zo vies. Namen en rugnummers. Marsha. Ja, die kan je niet kijken. Oh. Oh, die eet zo vies. Maar die vinden dat gewoon heerlijk en die vinden dat ze gewoon. Ze uh, moeten ook gewoon lekker zo blijven eten, toch? Ja, maar want die vinden. Zelf niet als zij vooral sushi eten, nou, ik, ja, ik zou die sushi mukbangs wel willen willen kijken, maar dat kan gewoon niet. Nee, heb je nog er? meer mis? Gooi ze maar allemaal voor de bus, meid. Die vies eten. Nee, verder kijk ik niet zoveel food oh. video's. Nee, want Eric de Electric knipt het er ook onderuit. Ja, en uh, dingen als Food met ook. Voiceovers. Ja. Mensen weten het wel, dat het eigenlijk... Uh... Ja, etende mensen klinkt ook niet lekker. Dat maar is sommige sowieso... mensen vinden het ASMR, hè? Gesmek. Ja, gesmak. Ik die, die... Noem, het, noem het altijd gesmek, maar het is gesmak. Daar moeten mensen uh, dan uh, lekker ASMR voor kijken dan, toch? Ik vind dat ook niet lekker, hoor. Om naar gesmekkende mensen te luisteren. Nee? Naar. Ja. Maar goed. Het is wel een ding wat je echt wel kan tegenhouden. Heb je dat dan niet gehad bijvoorbeeld bij daten en zo? Of was dat dan. Nee, want in het begin heb ik me nooit aan mensen. Nee. Nee. Komt echt na dat. Het loop en ook van tijd. mensen die sporadisch in mijn leven zijn, daar kan ik me ook niet aan irriteren. Het is heel raar. Maar familie wel. Ja, ja, ik denk dat dat te maken heeft, denk ik, met dat je je meer op je gemak gaat voelen bij mensen. Dus dat je dan ook meer ruimte hebt voor irritaties. Ja, ja. Je zou zeggen, als je, als je iemand aardig vindt, dat je juist dat minder gaat hebben dan toch? En mensen die je niet zo goed kent, dat je daar juist aan irriteert? Nee, ja, dat gebeurt niet. Nou, dat is trouwens helemaal niet waar wat ik zeg. Want de meeste mensen waar je aan irriteert zijn de mensen die dichtbij je zijn. Ja, yeah. dus ik denk wel dat dat klopt. Ja. Maar uh, ja, ik. Uh, maar ik vind het wel een interessant gegeven dat mensen die misofenie hebben, dan voetvideo's kijken. Want je weet dat dat sowieso op gaat spelen. Ja, maar je vindt het wel leuk om te kijken. En sommige mensen die kun je wel kijken. Ja. Maar het is ook zo anders waar, waar, waar je last van hebt. Ja. mij is het heel erg gewoon dat gesop in je mond. Toen ik die uh, voice. Uh, die, uh, toen ik die, uh, die kraakjes toevoegde, ik denk daar eigenlijk niet over na. Ik hoorde jou er ook niet over. Nee, ja, ik vond het best alleen maar loenig. Ja, Ik heb dat niet met gekraak, alleen zakjes die kraken. <laughs> zo specifieke, <hè? laughs> Slaat nergens op. Noem eens alle <laughs> dingen waar jij last hebt van van misophonie? Uh, krakende zakjes vind ik echt verschrikkelijk. Mm -hmm. Vooral diegenen die oneindig lijken te zijn, ze we een broodje eruit hebben. <laughs> Alsof je een hele grote vuilniszak zak binnen wasmachine, het ge geëet, getik van een pen. Wat wasmachine geëten? Uh, ja, een wasmachine die aan het eten is. Snap je een wasmachine die een broodje voert? <laughs> Hou op. Wat toch? Dat gesopt in de mond, maar weet je hoeveel mensen dat doen. Dat doen heel veel oude mensen doen dat altijd. Ja, ehm. Um, Sommige oude mensen hebben ook een soort van uh, speeksel vaak te veel. Ja, ja. Dan dit. Die smaakt ja, heel erg als ze praat Jij hebt wel eens dan, en, dan, en dan Ik kan niet ik, verder luisteren. Jij luistert dan niet verder. En dan, ik, laatst wel had ik een keer een podcast en toen zei je van... Hoe heb je die kunnen luisteren? Dan zei jij tegen mij. Ik zeg, hoezo? ja had al Toen ben ik hem terug gaan luisteren. Toen dacht ik, oh dat heb ik helemaal <laughs> niet gehoord. Maar toen hoorde ik het ineens. Weet je wat ik omhoorde. dus tegenwoordig wel doe? Dan doe ik mijn oordoppen in en dan die podcast eroverheen. En dan gaat het wel. Dan, dan hoor ik hun gedempt. Je zou bijna zeggen dat het een grote promotie is <laughs> voor, die, voor, die, voor die oordoppen, maar... Uh... Het is echt magisch. Als ik nu weet uh, van, ik ga naar iemand toe waar ik me aan irriteer, omdat die iets doet waar ik standaard aan irriteer, doe ik die oordop in en dan gaat het gewoon. Ja. God, ik wil niet dat je te veel, want ik krijg je niet voor betaald. Ja, sorry. Ik wil niet dat je te veel... Het is plant. echt promo van, heb ik jou naar? Wat ze zelf moeten ontwikkelen, joh. Zo, maar we hadden ze echt zelf moeten ontwikkelen. Ja, maar ja, daar zijn we ook geen uh, wetenschappers voor, toch? Neem maar aan dat het wetenschappelijk dat wetenschappelijk iets nee, ook is. Voor... Nee? Dat weet ik eigenlijk niet. Het ja, zou best goed kunnen, weet ik niet. Maar goed. Waar ben je nog meer uh, allergisch voor uh, in uh, misofonie-termen? Uh, is uh, een paar. wasmachine, tikkende pennen. Uh, oh, ik kan ook niet tegen... Maar ik weet dat het geen misofonie is. Wat dan? Uh, hand, uh, handelingen, bijvoorbeeld uh, mensen die heten is te plukken aan hun huid. <laughs> Nou, dan heb je wel een, een oh. moeite oh. met mij hiermee. Het laat, laatst dat we boos te kijken in Tim Hof, van zitten heet aan die baard. Ja, te plukken. Dat zal, ik wil het nog tegen je zeggen. Ik, ik, ik en dan, dan zeggen, zit ik me echt te wel, irriteren. Mannen doen het heel veel aan hun baard. Zitten. Ja, ze zitten heet, maar zenuwtik zenuwtik. is dat. Dat is gewoon meer. Nee, maar je vindt het ook lekker om te voelen hoor. Ja, oké, okay, dat snap lekker. ik. Maar het kan ook een soort van veilig iets voelen. Ja, dat is toch prima. Ja, dus het is niet per se zenuwtik, denk ik. Oh. Uh, het kan je ook een veilig gevoel ja, geven. Ik denk dat dat het. Over ja. ook concentratie, hè? Dat is ook, want dat heb ik dus in het boek Focus gelezen. Ja? Als je een, uh, tijdens dat je iets aan het doen bent, dus hij was aan het bellen, terwijl dat je een klein taakje doet wat je jezelf wat makkelijker is, maar wel een extra handeling geeft, kan je beter concentreren op het gesprek. Oh ja, dat is waarschijnlijk ja, waarom je deed. Ja, oké. Okay. Ja, en uh, verder, dat is het eigenlijk wel. Ja, okay. Een Klein lijstje. Klein lijstje, maar wel met een hele, hele grote ingreep. Nou, het had vroeger een hele grote impact. Nog steeds, Tegenwoordig lukt het me wel beter. Jij heeft het? Ja. ja. Hoe, Met op hulp heb dat behulp van iets uh, wat ik niet kan noemen. Nou, is dat het enige? Ja, is echt het enige. Wauw. Nou, ik heb toch, toch ik even een factuurtje geschreven? Ja, heel, soms, <laughs> heel soms, als ik uh, jou hoor kanen en ik denk van, wat is hier aan de hand? En dan kijk ik je aan en denk van, oh, maar ja, ik hou toch zoveel van hem. Dat lukt me ook wel ja nou, als jij soms uh, als met, uh, met uh, kippenbordjes in je, in je mond uh, staat uh, gravel dan dus staat uh, weg te, te raspen uh, dan Heb je houdt niet je je zo veel van joh. hoor nee, ik eet geen kippenbordjes. nee maar zo ik hoort, het lijkt net alsof jij kippenbotjes dus tanden... ja, jij vindt dat ik heel erg kraak maar dan kom misschien eh, door valt mijn grote uh, snijtanden nee dat heeft meer te maken met uh, dat je uh, glutenrijke crackers eet die oh niet ja die kraken. zijn heel hard ja ja. Niet aan te raden voor mensen. Music, ik heb het niet. bijvoorbeeld met chips en dat soort dingen. Heb ik het echt niet? Hmm. Hmm. Oké, okay. uh, ja, ik voel me nu wel echt een, een grote klaagzang. Kun je me iets uh, doen ja. om me beter te laten voelen? Um, Kun ben... je iets vertellen over wat jij vervelend vindt? Vind je iets vervelend qua geluid? Nou ik wel We kraken dan wel als, nou, als, ik, als ik ergens in de bioscoop zit en mensen zitten zo, die, die, die flesjes zo plop open. Dat vind ik zo irritant. <laughs> Oh, dat kan je me echt niet ja? krijgen. denk kan je niet, Moet je nou een fucking biertje drinken? Moet het ook letterlijk in het, in het stilste stuk van de film? is zo. Pop, moet ja, maar waarom doen nee. ze het niet even wanneer het keihard. De en ik vind het ook irritant. Ik vind het sowieso bioscoop. We gaan er dadelijk heen. Ik weet het. Ja. Maar ik vind bioscoop sowieso irritant qua, uh, qua geluiden. Ik ja. wil gewoon in die film zitten. Dus staan ja. als ze die muziek zo hard zetten, zodat je niet hoort dat andere mensen zitten. Jij zou het niet erg vinden om in een hok te zitten met een uh, scherm, toch? Een ja? eigen hok? Voor twee personen, misschien. Natuurlijk niet, waarom zou ik dat erg vinden? Niemand vindt dat erg. Uh, nou. als, als je zelf een eigen hok kan betalen, gaat iedereen altijd een eigen hok Zou doen. je denken? Ik denk het niet hoor. Ik denk dat sommige mensen echt de ambiance van een uh, ja, ja, bioscoop wel, leuk het vinden. Het heeft wel iets leuks dat er mensen en dat je met elkaar kan lachen en zo. Het <laughs> <laughs> heeft iets leuks. <laughs> om weer dan nou om lachen. <lacht> <Ja>. <lacht> zit met een zaal met vreemden en dan met al je vrienden zit en ja, nee, elkaar weet je kan wat lachen. Het is? Nee, dat is toch zo? zo. Als, je je, als je in een sitcom zit te kijken en je ziet een, een lachband, dan ga je toch ook automatisch een soort van meelachen. Heel veel mensen vinden die irritant. Ik vind dat wat ik vind ja. een lachband echt niet irritant. Nee, nee, maar ik bedoel, dan zit je toch ook met elkaar te lachen. Dat geeft ja, een soort maar, van groepsgebouw. Dat heb ik wel. Ja, dat vind ik wel leuk. En als je nou in een film zit en jij vindt het niks grappig... en iemand zit keihard ook te lachen, nou, vind dat moet nog, nog wel steeds weer, leuk? Ik kan ik wel weer lachen. Nou, okay. we weer <laughs> hey, ik heb één keer in de bioscoopzaal gezeten. Uh, toen was hij helemaal vol was bij Mr. Bean the Movie. En ik zag uh, in een bepaalde scène... Ik, zag al, ik wist al precies wat er ging gebeuren... Als, ik had het niet gezien, maar ik, ik, ik zag het en ik moest gelijk eigenlijk al lachen. Ik was de enige die lachte. Ik oh. lag helemaal in een, de, in een deuk. En andere mensen gingen op een gegeven moment mij lachen, omdat ik zo erg in de, En toen zagen ze pas en toen ging iedereen pas lachen. Maar ik, ik had al die ik, ik, ik visualiseerde oh. al wat er ging gebeuren. Jeetje, ja. je was er weer zo vooruit met de tijd. Nee, uh, gewoon een minuut. Oh, oké. Een minuut. Het was zo grappig vandaag. Okay. Ik was zo vaak om je moeten lachen. I meen dat? Komt er niet heel erg gemeente uit mij? Nee, oh nee. vind je echt grappig vandaag. Maar um, nee ja voor de rest ja wat vind ik irritant. Ik heb hem voor, voor de rest volgens mij niet echt geluid. Irritaties weet, ja maar heb je andere irritaties? Oh, mijn vader heeft zo'n tikje die is wel oh, irritant. Ja. ja een tikje. Maar die vindt hij zelf ook irritant. Worden, zou een tikje een bepaalde bijvoorbeeld dat gepluk aan je gezicht zou dat niet ook een misofonie trigger zijn? Want misofonie is geluid toch? Ja. Maar ik denk ook wel ik vind dat wel heel dicht bij elkaar komen. Dat je ook irriteert aan herhaaldelijke bewegingen van iets. Bijvoorbeeld iemand die de hele tijd plukt. Of de hele tijd aan zijn neus zit. Dan zou, dat is voor mij ook een misofonie iets. Je ja, hebt wel echt een zwaar leven met mij. Want ik pluk en ik doe genoeg. Ja, maar alle mensen doen dat. Dus dan kan ik met niemand zijn. Nee, dat is waar. Dan realistisch blijven. Hè? Wel realistisch blijven. Ja, we hebben ook mensen die helemaal niks doen, toch? Die stil stilzitten en... Uh, wacht, betekent dat, dat ze dood zijn <laughs> Ja, die doen helemaal niks meer. Die liggen zo. Ja, ja, die zijn niet. over het algemeen de fijnste om mee om te gaan. En <laughs> ja, er dan ook zo'n bandje als speelt met gewoon vragen die dat stelt, toch dat je alleen maar over jezelf hoeft te praten. Ja, dat kan zijn je als de mensen. Dat is geweldig, toch? Ja, ik hou echt zo van alleen maar over mezelf praten. Nee, maar. Er zijn nog alle kanten op deze. Piek, ik. Nee, maar ik wilde er nog wat zeggen. Ja, zeg het eens, meid. Uh, ik vind wel bij misofonie, nee. in het verleden vond ik dat niet en tegenwoordig wel, nu ik volwassen ben, nee. dat ik degene ben die uh, ja. het moet oplossen. 100%. Ik vind niet dat ik nee. van jou mag verwachten dat je heel netjes moet gaan eten. Of uh, geen, kijk, dat gepluk aan de baard lijkt me over het algemeen niet zo goed. als je nog haar wil houden daar zo. Nee, dat is sowieso niet goed. Nee, dus daar, daarin wil ik wel gewoon uh, je adviseren. <laughs> Fijn. <laughs> maar als ik bijvoorbeeld last heb van jouw uh, gesnurk of jouw geet, ja. vind ik dat ik orde op in moet doen. Ja, ben ik met je eens. Want het is, het is kijk, je kunt het wordt voor... We leven wel te veel in een tijd waarin de De, de ander zich moet aanpassen. Terwijl ja, 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 ja. Het is mijn aandoening. Uh, ik heb er nou eenmaal heel veel last van. Als je zelf ergens last van hebt, uh, natuurlijk kan de mensheid een beetje op je aanpassen. Kijk, het is ook een verschil met vroeger, paste niemand zich aan aan, aan mensen die er ergens last van hadden. Ja, hoe weet je dat? Nou ja, er werd toch niet zo heel veel op, uh, op, dingen, uh, op dingen gelet. Mensen met angst of autisme, oh, dat soort oh, dat waar, dat we, we waar, ja. Wordt er wel steeds meer. Maar er is ook een deel voor jezelf natuurlijk uiteindelijk om, om, om toch mee te kunnen komen. De mensheid kan niet zichzelf helemaal aanpassen aan alle wensen die de ander heeft. Nee, dat, dat gaat absoluut niet. niet nee. Want als ik de wens heb van ja, maar ik wil graag met mijn mond open eten en ik wil smekken. Weet je wel, als ik dat wil en jij, jij raakt er helemaal van ontdaan, dan kan ik natuurlijk een beetje aanpassen. Ja, een beetje aanpassen is nooit verkeerd Is het jou? Maar jij ja, um, moet ook aanpassen. Als het weinig van... moeite kost, zeg maar, om bijvoorbeeld je denkt van, oh nee, dan ga ik toch iets meer beter letten, want ik wil ook niet mijn mond openen. eten. Nee, ja, ja, ja. dat is een ander verhaal dan. Maar, um... maar dat is in het klein natuurlijk wel een beetje hetzelfde. Natuurlijk, je moet eigenlijk Eigenlijk, wat, wat ideale wereld beweeg je, bewegen je naar elkaar toe? Ja. De een doet een beetje water bij de wijn, de ander doet een beetje water bij de wijn. Ja, absoluut. Het probleem is alleen dat tegenwoordig, of, of misschien is dat altijd al geweest. Wilt de een dat de ander heel veel water bij de wijn. Eigenlijk gewoon een hele fles bij de uh, fles nou, water ja, bij de wijn doet, Ja, misschien, en, kom je en ook op, misschien kom je op een gegeven moment op zo'n punt dat je, dat, dat gevoel heb ik ook wel gehad, dat ik mijn hele leven al aan het aanpassen ben naar de wens van de anderen. Mm -hmm. en dat je op een gegeven moment denkt, fuck it, ze gaan we naar mij aanpassen. Ja. Maar dat is eigenlijk dat gaat nooit gebeuren, ze dus raak je gefrustreerd. Dan ga ik je frustraties naar elkaar toe. En ja, dat, dat ja gaat geen betere wereld geven. Nee, je je nee, dus je moet eigenlijk gewoon. Kijk, als jij je heel veel aanpast naar de ander, moet je misschien af vraag kan hem iets minder aanpassen. Ja. ja, dat is zeker waar. En niet van, uh, ik ga hem helemaal niet meer aanpassen. Nou ja, dat kan je in het begin wel doen, maar ik denk dat je wel heel veel tegenstribbelingen uh, gaat krijgen. Ja, nou, wat zou er gebeuren als we ons helemaal niet meer aanpassen? Aan elkaar allemaal. Dus ja, iedereen gaat zijn eigen dat, ding uh, doen. Dan wordt echt niks. Wordt chaos. Nee, daarom het beste kan je naar elkaar toe bewegen. Ja, ja, zeker. Prachtige wijsheden. Snackje van de week. Snackje van de week. gaan ah, zo naar de bios. We gaan zo naar de bios, inderdaad. En bij de bios heb je... Dan denk je natuurlijk gelijk aan... Popcorn. Nee. M&M's. Nee. Cola. Nee. Popcorn. <laughs> <laughs> ik, nou, ja, hè? inderdaad. En, en vroeger had je alleen zoet of zout. En ja. tegenwoordig heb je zoet en zout. Ja, maar dat willen ze niet altijd maken, hè? Nee, klopt. Nou, jawel. Nu, tegenwoordig hebben ze en gewoon een aparte bakken. Tegenwoordig staan ze er gewoon. Op het eerst was het echt gewoon alsof... Um moest smeken of ze het bij elkaar wilden nou, gooien. Ik, wat ik wel grappig vind, sinds kort uh, hebben wij een paté mm -hmm. uh, dichtbij en daar hebben ze een bepaald soort popcorn. Vroeger was Jimmy's popcorn, komt erbij doorbijland. Heb je, als je hebt opgelet, ooit, heb ik heb gezegd, heeft mijn zus daar gewerkt bij Jimmy's? Echt? Zeker. een keer al tegen je verteld in popcorn. Ze zijn ja. naar stage gelopen of gewerkt? Nee, gewerkt. Was gewoon een, uh, was haar toen ze 16 was dan of zo. zo. Was 15. En wat moet ik. je dan doen? Uh, popcorn scheppen. Oh, wat leuk. Ja. Zij vond het verschrikkelijk, ze hielden niet van popcorn. Oh. Uh, maar goed, uh, je hebt dus bij pathé hadden ze vroeger Jimmy's. Hebben ze nu niet meer? Hebben ze nu hun eigen popcorn? Ik moet heel eerlijk bekennen, bij Kinopolis hebben ze wel Jimmy's. Jimmy's is lekkerder. Ja, vind je die lekkerder? Ja, die is echt lekkerder. Mm. Die andere vind ik een beetje. Het is een vergelijking met dat de zoet bij de pathe een beetje lijkt op zo'n zo, zo, goedkope zak, zoete popcorn. Oh. Met heel veel suikerlaag eromheen. Okay, ja, die vind ik wel lekker. En ik vind het dus bij van Jimmy's vind ik hem wat subtieler. Zoet. Oh ja, oké. Okay. Vind ik lekkerder. Ja, ik uh, ben niet zo'n fijn proever wat betreft popcorn. Ik, ik duw het allemaal naar binnen. Je bent sowieso niet zo'n fijn proever. Terwijl... Ja, ik ben wel een fijn proever. Ja, maar ergens ook weer niet. Ergens ook weer wel, toch? En ergens ook weer niet. <laughs> <laughs> ja, maar serieus, ben je een fijn proever? Uh, nee. Wat proef jij fijn? Nee, ja, nee. Ik, uh, ik proef wel wanneer het uh, recept vernieuwd is. Dus dan ben ik wel een fijn proever. Dat is toch de grootste nachtmerrie van autist? Ja. Die grap heb ik echt al jaren geleden gemaakt. En nu zie ik hem overal verspreid. Ja, echt? Ja, ja. Ik denk dat het gewoon autistische dingen is hoor, die dat zeggen. Dan zei ik van ja, wat is het ergste wat een autist in de supermarkt kan overkomen? En dan ging ik wachten, wachten, wachten. wachten drukte, herriegeluid. Ik zeg nee, vernieuwd recept. <laughs> ja. En dan lag iedereen natuurlijk heel een deuk. Ja. Ook echt een op mijn hand. <laughs> maar goed, de zoete en popcorn van de Kinopolis van Jimmy's popcorn is geweldig. Ja, dat zal een snack in de, van zak de week. kopen. Ja. Dat kochten we altijd. <laughs> serieus, is dit nou serieus? Ja, sorry schat, die ik hebt vandaag een beetje, uh, hoe noem je, die verstrooid. Grijze, die grijze zak. Ga je die naar mijn hoofd te gooien? Ja, ik wil dat wel uh, doen. Die geze. grijze zak die we altijd kochten. Oh ja. Oh, tijd, die God. is lekker, ja. Zo, ja. so, hey, hey. Zo, schat, zullen we die naar nou de bios mee uh, smokkelen? Nee, dat is geletterd degene die ze daar hebben staan. Ja, dat wist ik. zo goedkoper als je meesmokkelt. Dat is waar. Ja, maar dat maakt niet uit, weet je, schat. Want um, tegenwoordig gaan ze echt je tasje in. Ik deed altijd mee sneaken, ja. van, uh, van Dan nam ik een colaatje mee. Mag ik even iets zeggen? Een vriend van mij heeft dus ooit een hele grote XL milkshake van, ja. van een Burger King onder zijn arm mee, mee ja. naar binnen gingen. Ja, voor, voor ons allebei. Dus we hadden allebei zo, ja. had hij hem zo onder. Dan hadden we zo'n hele grote milkshake. Ja. Maar waarom dan? Ja, omdat ze... We nou, hadden een XL milkshake. Ja, dat vonden we, een tijdje dat we gewoon lekker vonden. was was bij de King Size milkshake of zo. Die was in cappuccino smaak was echt Cappuccino smaak ja. Lekker, ja. Klinkt ja. lekker. Ja, die was eigenlijk lekker. Ja. Een snackje van vroeger was dat. Niet een snackje van de week, maar een snackje van de jaren Nee, Ik moet wel zeggen, een cappuccino milkshake Ik vond wel echt super lekker. Ja, dat is lekker, hoor. Er zat ook koffie in. Ja. Toen oh. dronk ik nog koffie. Echt, dronk je koffie? Zeker. Nou ja. Ja, ik heb cappuccino gedronken vroeger. Oh, wauw. Maar nu al ruim 15 jaar niet, hoor. Nee, gelukkig niet, toch. Als we een doors op je zijn ook elke ochtend. Precies. Onze webshop is weer live, dus dat betekent dat je ons spel kan kopen. En als het goed... Nee, ik denk niet dat het als het goed is. Ik wilde zeggen, ook een nieuw shirtje, maar ik denk niet dat er op dat moment een shirt Nee, dat duurt dan weer, dat eventjes, duurt weer eventjes, maar, eventjes, maar jullie hebben weer, ja. als het goed is goed kunnen bestellen vorige keer. Ja, dat, uh, als het goed is wel. Uh, maar ik ga nu eens een kaartje voor jou trekken, want de vorige oh, keer heb jij het voor mij getrokken. Spannend. Misofoniemheid. Op welke eigenschap van jezelf ben je het meest trots? Um, ik denk mijn... Um mijn manier om alles met humor ook te kunnen benaderen. Hoezo dan? Nou, omdat het maakt heel veel serieuze situaties altijd wel weer later wel weer grappig. Oké. Okay. Dus heb je een voorbeeld? Um, In welke situaties doe je dit? Ja, als ik even helemaal doorheen zit en dan heb ik de mogelijkheid om een beetje uit te zoomen Dan zie ik eigenlijk hoe belachelijk het is en dan kan ik daar dan wel weer even om lachen. Ja. Soms zeg je ook wel eens tegen mij, even je ietsje meid. Uh, mijn zag opgestaan erop gestaan. en dan moet ik eigenlijk alleen maar al lachen als ik mijn eigen kop dan in de weer spiegel. Ja. <laughs> dan denk ik, wat is daar eigenlijk wat belachelijk? Ja, ja, dus ja, ik ja. denk dat dat wel uh, de, 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 de manier van humor. Altijd de humor als... van dingen inzien. Ik denk dat het leven veel luchtiger maakt. Als het ik, mensen ja, humor zouden gebruiken. Ik baan? kan me ook moeilijk voorstellen als je heel serieus bent als persoon zijnde. Ik heb toen een, een, een vraagkaartje van dit spel heb ik geplaatst op even prikkelen. Ja, het was liever leven in een wereld waar mensen alles te serieus nemen... of waar mensen in niks meer serieus nemen. En uh, het grote deel wilde waar mensen alles te serieus nemen. Nee, ik zou dat dus niet willen. Toen was ik, ik zo me... verbaasd, want ik denk, die gaan allemaal stemmen op niet serieus. Ja, nee, de mensen willen graag dat dingen serieus genomen worden heb ik het idee? Ja, het het, dat snap ik ook ergens wel. Ja, ik heb maar ergens denk ding. ik ook als je moet kiezen van dat of dat, dan ga ik toch liever niet serieus. Hoor. Ja precies, ik ook hoor. Dat zijn twee uitersten natuurlijk. Ja, maar dan zou ik toch liever hebben dat we er lekker met elkaar kunnen lachen in plaats van dat je heel hele tijd maar serieus me over alles moet gaan zitten doen. Ja, ja. Oh, ja is wel heel heftig wat er allemaal gebeurd is. Als, als ik alles wat met mijn leven gebeurt of jouw leven niet door een, de, de bril van humor kon bekijken, dan had ik echt een, nog een zwaar leven gehad. Dan had ik constant gedacht van dat ik überhaupt nog verder wil leven. Ja, ik ben heel erg blij dat uh, mijn vader ook altijd de humor van dingen altijd bleef inzetten ja, en ja. altijd uh, grapjes bleef maken. Mijn familie ook. Misschien is het toch gewoon een opvoeding, dingetje ook. Tot op de dood van mijn moeder hebben we grapjes lopen maken hoor. Ook over haar. En ja. deed ze zelf ook aan mee. Ik denk dat dat ook wel de manier is hè. Het is alleen de, de lijn tussen dat je iets serieus, wel of serieus neemt, maar met humor bekijkt. Of dat je iets totaal niet meer serieus neemt. Dat is natuurlijk altijd wel. Ja, een nee lastig. er zijn wel tijden in het verleden geweest dat um, uh, mijn moeder had gezegd van um, dat we wel eens een keer wat dingen serieus moesten nemen. Want uh, dan, uh, dan was er best wel iets ergens aan de hand en dan nog konden we er lolletjes over maken. En dat vond zij dan niet zo prettig. Dat snap ik ook wel erg. Dus ik denk ook wel dat er een tijd van uh, humor is en een tijd van geen humor. <laughs> maar als je dan zou moeten kiezen, dan zou je toch liever... Liever alleen maar humor dan. Maar ja. ik stel je voor dat ik dan aan bij de dokter aankom en ik zeg, uh, ik voel me somber. En hij zegt van, joh, uh, lol, uh, gelachen. Dan zou ik ook wel denken van, uh, hallo, neem eens even wat serieus. Ja, dus, ja, ja. Snap dat is een dilemma. Wel. Het is echt een dilemma. Ja. En uh, daar uh, zitten nog meer van, hoor. Daar In zitten zo'n honderd kaartjes van. En dan mocht je nou nog denken van, joh, maar ik heb ook een kind. En uh, daar is het misschien niet goed voor. Hebben we hebben ook nog een juniorspel. Ja. Allemaal te krijgen via wetgezellig.nl. En dat juniorspel kun je ook lekker met z'n spelen. Want dat is juist hartstikke waardevol. Ja. Ouders met kinderen ja. of uh, oudere zus of broers. Je kan dit met honderd uh, mensen spelen, toch, wat je wil. Ja, maar dit is ja. Uh, Nee, maar... Uh, Als je honderd mensen... Nee, je kunt één vraag stellen en dan wachten uh, tot iedereen het... Uh... Zo, dan duurt het lang. Langs ja, het was een langsgesprek. Ja, dat is een Toevallig uh, op, dm, op DM nog een, een vrouw, volgens mij ergens, in die uh, al wat ouder was. Ergens ja? in 50 of 60 of zo. Dacht ik. Ja. U, twijfel ik. Als je luistert, was het niet <laughs> Toen was ze 30. <laughs> maar die was al tot 40 jaar uh, met een man en die hadden door dat spel nog steeds nieuwe gesprekken met elkaar. Oh, wow. en hele, een halve avond gewoon... Uh, met elkaar weer tot nieuwe dingen zijn gekomen. Dus toen dacht ik, zo, dat is wel uh, goed. Dus kopen die handel. Stuur vaker door naar mij, vind ik ook leuk om te lezen. Ja, ik vergeet het altijd. Ik krijg zoveel dergelijke. De voor dingen krijg ik zo'n positive vibes van. Bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week weer met een nieuwe podcast om 5 uur op woensdag. Tot dan. Doei.